kijkers. Leuk dat jullie weer kijken. We zitten midden in Maastricht en we zijn uitgenodigd door het Kruisheren Hotel om hier te filmen en te overnachten. En als jij nou denkt, dit is een mooi hotel, hier wil ik ook naartoe, klik dan op de link onder in de tekst. En je weet het, hè, na het kijken even liken en als je nog niet geabonneerd bent, even abonneren. Kom je mee? Welkom in onze Signature Monastery Kamer. Ik ga jullie een rondleiding geven. Achter deze deurtjes is een kluisje, een minibar, badjassen, badslippers. Je kunt je kleding ophangen en je bagage kwijt. En aan deze kant is het toilet. Er is een airco en wij hebben 2 eenpersoonsbedden. En er zijn allemaal cadeautjes op het bed. Er zijn leeslampjes en een televisie. Dit is een bureau met koffie- en theefaciliteiten en een espresso-apparaat. Hier is een broekpers en een grote spiegel. Wat zo bijzonder aan deze kamer is, is dat we uitzicht hebben op het binnenplein. Gaan we naar de badkamer en die is hier. Er zijn 2 wastafels, een vergrootspiegel, allemaal shampootjes en glazen. Er is een bad met een regendouche, dus je moet wel douchen in bad. En er is ook een handdouche. En er is ook vloerverwarming. Deze kamer is gebouwd volgens het box-in-box concept en dat betekent dat als dit hotel weer in de oorspronkelijke staat, dus van kerk en klooster, teruggebouwd zou moeten worden, dat dat binnen 3 maanden gerealiseerd moet kunnen worden. Nou, wij gaan ons welkomstdrankje nog even opdrinken en daarna gaan we het hotel en de omgeving verkennen. Dus kijk met ons mee! Kruisheren Hotel is een 5-sterren hotel en is gebouwd in een voormalig kruisheren klooster uit de 15e eeuw. Prachtig om te zien hoe een gotische kerk van de 15e eeuw is omgetoverd tot een designhotel met 60 kamers. De 60 kamers die het hotel heeft zijn allemaal uniek en er zijn ook minder valide kamers. Het hotel heeft verder geen faciliteiten, maar je kunt gratis gebruik maken van de spa van het zusterhotel. Dat is hier 20 minuten vandaan. En er is ook mogelijkheid om gebruik te maken van de fitness en dat is hier 5 minuten vandaan. Ze schijnen een unieke wijncollectie te hebben en ze hebben ook hun eigen wijn, hun eigen rode, witte en mousserende wijn. Dus de moeite waard om het te proberen.
Het hotel staat midden in Maastricht. Het Vrijthof is hier 5 minuten vandaan en de winkels dus ook. Als je bij het hotel aankomt, dan kun je even hier je auto parkeren. Dan lever je bij het inchecken je sleutels in en het hotel zorgt ervoor dat je auto veilig wordt geparkeerd. Voor de kosten moet je even de receptie raadplegen. Fietsen verhuren ze hier ook bij het hotel. Als je een elektrische fiets of een scooter wilt, dan kan je aan de overkant terecht. Het hotel heeft ons uitgenodigd voor een 4-gangen diner. Nou, daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen. We hebben net een heerlijk 4-gangen diner gehad. Complimenten aan de kok. We gaan nu naar onze kamer. Ze hebben in dit hotel een turn-down service. En dat houdt in dat ze tijdens je maaltijd je kamer gaan voorbereiden op de nacht. Dus we zijn benieuwd. Zo, het bad is vol. Wij gaan met een wijntje lekker in bad om de dag af te sluiten. Wij zien jullie morgen weer. Ja, douchen in bad, dat blijft altijd een beetje tricky, maar het is wel een hele lekkere douche. We hebben goed geslapen, ondanks het feit dat de gordijntjes niet helemaal goed afsluiten. Dus het is niet helemaal donker in de kamer, maar het zijn hele lekkere bedden. We gaan nu ontbijten. Goedemorgen. Vanuit het Kruisheren Hotel in Maastricht. Ja, wij hebben hier een fantastisch verblijf gehad. Wat een uniek hotel is dit. Ja. Waarbij authentiek en modern eigenlijk bij elkaar komen. Ja, sfeer van het hotel. Uitstekend. Locatie, perfect. Personeel, ja. Hartstikke goed. De service op en top. Echt niks is te gek. En natuurlijk ook bedankt hè, voor de uitnodiging die we kregen om hier te mogen overnachten en te filmen. Maar ja. Wij heten niet voor niks Hotelkamercheck en de hotelkamer zelf, ja, we misten daar de warme sfeer die wel in het hele hotel aanwezig is. Die vonden we eigenlijk niet zo terug in de hotelkamer. En ook het douchen in bad, ja, dat vinden wij altijd even wat minder. Ja, dus we kunnen wel tot een conclusie komen. En dit hotel krijgt een zeer goed met een gouden randje. Ga zo door. Doei.